Het personeel van openbare werken is in sit-down actie doordat minister Riyad Noor Mohammed hen via de bond aanhoort. Ingaande vanmorgen werken ze dagelijks van 7 tot 11 uur om een antwoord van de bewindsman af te dwingen. Kom zorgen dat we horen naar de regels. Dan gaan we zien dat we onze vergadering normaal kunnen voortzetten. Voorzitter Michael Salons van de Bond Werknemersorganisatie Openbare Werken is zeer ontstemd over de uitspraken van minister Noor Mohammed in de media. Salons meent dat de minister het personeel niet mag bedreigen met zware maatregelen. Zo kom je aan het recht om te protesteren, zegt Salons. De hele week al hoor je dat mensen gechanteerd worden met van als je meedoet aan die acties ga je met ontslag. Ja, dus ja, mensen zijn bedreigd, dus, maar het komt goed, het komt goed. Ja? Eén ding weet ik 100% zeker, ja, dat bij vakbondacties, ja, als de vakbond oproept, dat je niets kan beginnen met de mensen. Ja? We hebben rechten, we zijn een rechtspersoonsbezittende organisatie en we hebben onze rechten geheel volgens de ILO-conventies die gerectificeerd zijn door de staat Suriname. Ja, dus meer ga ik daarover niet zeggen. Alleen moeten de mensen weten dat het, want de minister heeft me gisteren ook een brief geschreven in verband met wilde actie. Ja, ik heb hem teruggeschreven. Ik ga het nu zeggen, want ik wilde het op in het schrijven zetten. Ja, dat kleer je niet voor dong. Ja, maar laat hem dat, want hoe ga je een actie wild noemen wanneer het georganiseerd is door een rechtspersoonlijk bezittende organisatie? Na heel veel gehaal en getrek tussen bondsvoorzitter Salons en de zonen van Herman Dat om naar de minister te gaan, mocht Salons na de eerste keer te zijn ontvangen, bij de tweede keer zijn petitie overhandigen. De juristen zullen de petitie doornemen, zegt Noor Mohammed, die meteen aangaf het dan ook niet eerlijk te vinden dat de bond in beraad is. Nou, laat maar duidelijk zijn voor alle vakbonden, voor heel personeel, heel Suriname, dat er heel veel onrecht gebeurd is bij het ministerie van Openbare Werken. Dat weet iedereen bliksems goed. Als niemand het wil zeggen, dan weet men het nu, dat ik ook alles weet wat er gebeurd is. Heel veel onrecht, waar niemand toen opgekomen is geworden. Wanneer vakbonden 1500 ambtenaren zien rennen voor de verkiezingen, waar waren ze toen? Als een gebouw instort, dan ga je komen rennen. Dan waar waren ze? Waar hebben ze niet aan de bel gegrepen om de regering te zeggen, hé, wat gebeurt er? Kan dit wel? Toch? Wanneer het gaat om benoemingen. Wie zijn benoemd? Ik heb die lijst wel voor u. Als u wil weten wie benoemd zijn in topfuncties. Beleidsadviseurs. Ik ga het produceren. Dan gaan we weten wie benoemd zijn op het minst openbare werkers die niet eens hier hebben gewerkt, maar benoemd worden in topfuncties. Onrecht dat gedaan is geworden. Toch? En ik heb het gezegd. Vanaf nu gelden de regels van dit ministerie, die nu gelden, die heel transparant zijn. Die gelden vanaf nu. Die zijn online. Toch? En dat beleid gaan we voortzetten. Minister Riyad Noor Mohammed van Openbare Werken. De bewindsman zegt niet te zullen toestaan dat het ministerie wordt beticht van geen werkzaamheden uit te voeren en niet transparant te zijn. Aan deze leugens zal hij niet meewerken.